Het grote vluchtelingenkamp bij Calais wordt vandaag nog niet ontruimd. De Franse regering eiste dat de migranten vanavond om 8 uur vertrokken zouden zijn uit een deel van de zogenoemde jungle. Maar hulporganisaties gingen in beroep bij de rechter. En die doet pas morgen of overmorgen uitspraak. De rechter ging vanmorgen zelf kijken in de jungle bij Calais. Er zitten hier duizenden migranten die de overtocht willen wagen naar Engeland. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Maar het is de vraag of de rechter daar veel van heeft gezien. Ze werd omringd door veiligheidsmensen en journalisten. De migranten willen niet weg en ze hebben hun hoop gevestigd op de rechter. She took decision in the favor of us because she saw the jungle. De rechter inspecteerde ook de containers waar de Franse regering een deel van de migranten naartoe wil verhuizen. Maar de migranten willen daar absoluut niet heen. Ze willen in hun jungle blijven. En dit is een luchtfoto van de jungle. De migranten hebben tenten en hutjes opgezet in de duinen. En hier heeft de Franse regering vorige maand die containers laten plaatsen. De jungle ligt niet ver van de ingang van de Eurotunnel en de veerboothaven van Calais. De Fransen willen het zuidelijke gedeelte ontruimen. Ze zeggen dat een deel van de migranten dan naar de containers kunnen in het noordelijke deel. Hoeveel mensen weg moeten is onduidelijk. De Franse autoriteiten zeggen dat het om maximaal 1000 migranten gaat. Maar hulpverleners hebben bijna 3.500 mensen geteld. En dan gaan we naar verslaggever Pim Cédé. Hij is bij het kamp in Calais. Pim, de vluchtelingen wachten daar dus op die uitspraak van de rechter. Zorgt dat niet voor heel veel spanning? Er is vooral veel onrust bij de migranten. Ze hebben ons vandaag echt aangeklampt en ze vragen: wat gaat er gebeuren? We weten het gewoon niet. Aan de andere kant proef je ook dat er berusting is. Kijk, veel migranten willen maar één ding en dat is naar Engeland. Omdat ze een beetje Engels spreken, omdat ze denken dat ze daar een baan kunnen krijgen, omdat vrienden en familieleden daar wonen. Maar ze beseffen ook wel dat dat heel erg moeilijk gaat worden, omdat die controles hartstikke streng zijn. En dan zeggen ze, ja, dan blijven we maar in die jungle. Veel slechter dan dit zal het niet gaan worden. En het leven gaat gewoon door. Er worden zelfs kinderen geboren. Rosie is niet zoals andere kinderen in een veilige omgeving geboren. How old is she? 3 months. 3 months and 10 days. Dit is haar geboorteplaats hier in Calais. 2 person, England, help here. Help with the birth. Yes, tonight, baby, night born. Over here, no ambulance, no doctor. The doctor, 5 o'clock, finish. Kort na de geboorte werd Rosie ziek. No good, no medicine for baby, no check. 40 days just sleep for in hospital. Mama, infection here, surgery finished, milk finished, no milk. Ze kregen hulp in het ziekenhuis omdat de situatie kritiek was. Erna werden ze teruggestuurd. Rosie en haar ouders hoeven in elk geval niet meer in die tent te leven, want Britse vrijwilligers die hebben deze caravan geregeld. En zo leven ze hier dus midden in de jungle, die met duizenden inwoners steeds meer op een stad begint te lijken. Want ze hebben hier een restaurant, een 3-sterrenhotel, een kapper en een Belgische broeder, vrijwilliger in de jungle, laat ons deze net gebouwde kerk zien. Veel mensen zijn hier ondertussen 4, 5, 6, sommige 7, 8 maanden. En hebben hier een stukje een tijdelijke thuis gevonden. Het geloof van mensen is hier heel belangrijk. En het mooie is dat ook moslims en christenen samen hier leven en gemeenschap bouwen. De hoop om in Engeland te komen is bijna vervlogen. Het lukt slechts een enkeling. En toch blijft dat het doel van veel migranten. Ze willen zich daarom niet laten registreren, omdat ze dan of in Frankrijk moeten blijven of terug moeten. En dat is voor dit gezin geen optie. In Iran mogen ze niet samen zijn. Amir is christen, zijn vrouw Mariam moslima. Go back to Iran. Ja? We're home. And too. Daarom zijn ze er zeker van dat ze recht hebben op een verblijfsvergunning. Ze hebben net asiel aangevraagd in Frankrijk, maar de procedure is nog niet gestart. Ze hopen dat de toekomst meer biedt dan dit. Good house for baby, anything for baby. No jungle, jungle no good for baby. Maar in de jungle, daar zal Rosie voorlopig moeten blijven. Ja, Pim, nou ligt er een oplossing, hè? Die vluchtelingen kunnen naar die containers. Waarom willen ze daar niet naartoe? Ja, Antoine, de Franse autoriteiten zeggen van ja, daar is de oplossing. Je ziet het, dat verlichte gedeelte, dat is dat containerkamp. We zijn er eerder vandaag ook geweest. En ja, ik moet zeggen, het ziet er natuurlijk een stuk beter uit dan het vluchtelingenkamp. Maar de migranten,
vertrouwen het niet. Ze hebben gehoord dat ze zich daar moeten laten registreren. En als je dat hier in Frankrijk doet, dan kun je volgens Europese verdragen geen asiel meer aanvragen in Groot-Brittannië. En dus willen ze niet naar dat containerkamp. En is er nog een ander probleem volgens hulporganisaties? Want die zeggen er zijn gewoon veel meer migranten dan opvangplekken. Laat die jungle nou maar bestaan. Het is beter dan helemaal niets. Want anders komen ze, of in ieder geval een gedeelte van de vluchtelingen, van de migranten, op straat te staan. Het is dus afwachten wat er gaat gebeuren. Het oordeel is aan de rechter. Oké, Pim Cedé, dank je wel.